The new Lille, the NBSF Welcome Goes. Vecino uno, takarakera te kwal leading, baka ISDB, na IMF, na Oppenheimer Bank. Ma alene na pedewa leading fu 550 million American dollar. En tewe lukatori dat ina weetewa dat Suriname problemen zal hebben. Wanneer zij die leading volledig tot zich heeft. Dus wat lichtpuntje bij de, dat komt een big deel voor alleen bij de staatsolie. Omdat staatsolie produceert olie, staatsolie maakt winsten en staatsolie kan dat deel van die lening terugbetalen. En mijn informatie is, en ik heb het al de afgelopen 2 weken uitgesproken via de media, dat staatsolie voor dit weekend de overmaking van 300 miljoen US dollars minstens heeft gedaan naar het ministerie van Financiën. En met dat historie die zie, met KF aan de regering dat doet aan juiste beslissing, ik vind dat juiste beslissing, zal het grote consequenties hebben voor Suriname. Want ik aan minister van Financiën hoor aan 300 miljoen dollar, betekent dat wij, de belastingbetalers, verantwoordelijk zijn voor ook dat deel. En op rente dat op is morgen dat hier, nou, big deal. Ik denk ook maar, in Wamung heeft een heel bedrag tek voor Suriname 550 miljoen dollar. Wamung heeft bijna 40 miljoen SRD. Wie ook heb je voor pay aan rente alleen. Dat je nog vast 550 miljoen eten. Te alleen in verloop, aan de regering is nooit op een moment die zien. Dat die. En ook heb je voor pay aan 550 miljoen Amerikaanse dollar. Wanneer zie je? U ziet dat aan de regering heeft 4 plezier in nodig heeft. En dat ze de problemen verschuiven in de toekomst. Dat is de situatie zo op die DNA. Dus aan 300 miljoen zal de man kiezen aan weekend is. Roepen wij van deze kant uit die regering op om ervoor te zorgen dat de Go en de Pai Oppenheimer Bank aan 300 miljoen dollar zal kiezen voor staatsolie om af te gaan lossen. En dat de No gebruikt aan money voor 4 plezier, like van de 4 plezier, alle jullie te monitoren naar kinderen. Dat is onacceptabel en dat is een belasting leggen op het volk van vandaag, de kinderen die morgen zullen moeten overnemen van ons.